Welkom bij het filmpje over het aanmaken, bewerken en verwijderen van een ambassadeur. We zijn hier op de gemeentepagina van Heeren, dus ingelogd als de beheerder van deze pagina. We zien bovenaan en rechts de extra menus verschijnen. Rechts het menu om inhoud toe te voegen en we zien daartussen staan een ambassadeur. Oké, een ambassadeur aanmaken. Het eerste veldje dat we moeten invullen is de naam van de ambassadeur. Ik neem hier in dit voorbeeld Hendrik. Taal laten we staan op Nederlands. Afbeelding van de ambassadeur. Altijd klikken op uploaden. Ook schijnt dit zandlopertje. En de foto is toegevoegd. We voegen een quote toe van deze ambassadeur. Zo. En zijn functie. Zo. En dan altijd onderaan de pagina op klikken op opslaan. En de website vertelt ons dat de ambassadeur Hendrik Draaien is aangemaakt. Inderdaad, bij de ambassadeurs rechts op de gemeentepagina zie ik nu Hendrik verschijnen. Stel ik wil Hendrik aanpassen of hem zelfs verwijderen, dan ga ik naar beheer inhoud. Ik filter op ambassadeurs, toepassen. Zo, en ik krijg hier een lijstje te zien met al mijn ambassadeurs. Hij staat zelfs twee keer in. Blijkbaar hebben de mensen van Herentum al toegevoegd. Maar kijk, dit is maandag 17 februari vandaag. Ik klik op bewerken. En dan krijg ik terug het invulformulier van daar straks te zien. Ik kan aanpassingen maken en terug opslaan. Ik ga deze nu verwijderen. Dat stond er immers twee keer op. Verwijderen. Zo, de website vraagt mij nog om een bevestiging. Inderdaad, verwijderen. En de ambassadeur Hendrik is verwijderd.